Nee, ik ben echt kei nerveus. Nee, maar jij ziet er nog fantastisch uit. Moet je kijken wat jij aan hebt. En moet je kijken wat ik aan heb. Oh, zo. Even voor jullie allemaal dus. Ik licht even aan, want zie je niks. Ja, jij ziet er nog top uit. Ja, jij ziet er ook top uit. Ik ben er niet aan. Wat heb je erin gestopt? Niks? Hoezo? Omdat de zender ergens in moet, trekt Joffrey toch maar zijn lange broek aan. Ik krijg geen ruzie. Dat vinden mensen echt niet dit. Ja, maar het is donker, zo. Ja, precies, dit zie je echt niet meer. Waar die mensen gaan staan. Is het leuk? Is het leuk als het... Ja, zo, dit is misschien weer... Ja. Dit past misschien beter bij het geheel. Het wordt steeds gekker ook weer dit. Moet je me wel meenemen? Ja, waarom zit dat ding aan ons? Hé, hé. Omdat we echt helemaal niks mogen filmen, maar we het beeld ook niet op zwart willen gooien, tonen we maar wat archiefbeelden van een ander feestje. Het geluid is dus, nogmaals, wel echt. Nu is natuurlijk de grote vraag. Gaan we heel eerlijk zijn of niet? Nou. Toch? Nou ja, zeg het ik maar wel. Wel. Zullen we dat doen? Nou, wees maar eerlijk. Ik heb gewoon het idee dat ik eigenlijk nu moet zeggen van... Oh, wat vies, wat vies, wat vies. Want het is natuurlijk een swingersfeest en er liggen allemaal mensen naakt met elkaar te vrijen. En, ja, ik hoor natuurlijk eigenlijk dan nu te zeggen van, nou, dat is bizar, 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 want ik ga nu naar huis. Maar als ik heel eerlijk ben, zijn we net tegen elkaar van, we moeten nu of gaan. Want anders heb je bijna een soort instinctief idee dat je dan mee wil. Heel, ja, heel erg. Ja, dat is heel eerlijk. Zien doet eten. En, ja, maar, nou, maar joh. Ja, maar het is wel zo. Het is gewoon gênant om te zeggen. Ja. Maar ik ging veel cynischer in. Ik dacht, weet je, allemaal beautiful people, weet ik veel wat. Nou ja, het ziet er gewoon super mooi uit en het is gewoon heel sensueel. Ja, ik dacht toch dat het wat smeriger zou zijn. Het is zoals Chris zei, vrouwvriendelijk. Ja, dat is het, want je ziet het echt wel, je voelt echt wel een soort gelijkwaardigheid tussen man en vrouw. Deze vrouwen hebben eigenlijk het heft in handen, hè, beneden in die kamer waar de seks wordt gehouden. Het ziet er heel mooi uit. En weet je wat het ook gewoon is? Je hebt natuurlijk een beeld van de buitenkant van iets wat heel heftig is. En opeens is die camera er niet bij, sta je in dit bakje, ben je daar met z'n tweeën en dan voel je eigenlijk hoe dat echt is. Dan ben je gewoon over een drempel heen.